Een fanfare bij de ingang van het stadhuis. Niet vanwege een feestje, maar vanwege een actie van de vakbonden. Via deze weg laten medewerkers, ambtenaren zien dat ze niet eens zijn met het feit dat VNG 6 maanden lang niet heeft bewogen in de richting van de vakbonden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, oftewel VNG, deed vorig jaar een bod voor loonsverhoging van 5% per 1 maart en 3% in 2024. Volgens de actievoerders te weinig. Zij eisen een loonsverhoging van bruto 100 euro per maand voor iedere werknemer, 12% om de inflatie op te vangen en eenmalig 1200 euro. Maar gemeentepersoneel verdient volgens mij altijd wel redelijk, dus dan is dat toch een prima bod? Ja, ik weet niet of je alle loonschalen en functies binnen de gemeente kent. Heel veel medewerkers zitten in schaal 6. Bruto loon ligt daarbij rond de 1900 tot 2200 euro. Dat is volgens mij voor aantal gezinnen net iets meer dan een uitkering. Er wordt niet alleen actie gevoerd in Nijmegen. Ook elders in het land leggen gemeenteambtenaren soms tijdelijk het werk neer. Morgen is er een landelijke actiedag. Morgen is er een landelijke demonstratie. Tussen 11 uur en 1 uur in de jaarbeurs in Utrecht, waarbij we alle ambtenaren hebben uitgenodigd voor een landelijke demonstratie.